ben nu 39. En ze zeggen, je moet trouwen voor je 40ste. Dus we gaan ervoor. Maar ik droomde als meisje van 17 om ooit in een bruidsjapon te lopen. En nou heb ik 3 bruidsjaponnen ontworpen. Dus ik weet eigenlijk niet meer welke dat ik moet kiezen. Hoe is het met de zenuwen? Heel goed. Ik heb zenuwen, ik heb een koortsuitslag gekregen van de zenuwen. Ik heb het normaal nooit, maar ja, dat hoort er denk ik ook bij voor heel die voorbereiding. It seems like a mighty long time. What a big smile you have. Ooh. Ja, die mag ik je zien worden, die mooie tanden van jou, hoor. Ja, we kijken er wel naar uit, hè. It's going to be a big day for us. De gasten, die worden wel verrast, hoor. Het begint al als ze aankomen rijden. Dan zien ze al een verrassing, ook het muziek. En dan live gezongen als ik naar de ceremonie loop. Gordon is heel enthousiast. Yvonnie is heel enthousiast. Dus ja, het is gewoon een heel mooi pakket. Ik ben heel enthousiast. Ja. Dat is ook best belangrijk, hè? Dat wel, hè? Ja. Vertel eens, hoe heb jij aanzoek gedaan eigenlijk, Gerard? Hoe? Ja. Hier in het hoekje van de kamer. Kijk, we hebben de rondzit daar. Maar op het moment dat ik de aanzoek deed, dat was wel leuk. Toen regende het en de zon scheen. Dus we hadden een hele mooie regenboog. En dat was 1 minuut. En dat was alleen maar ten tijde van ja, het aanzoek. We werden er heel erg emotioneel. Dat was een emotioneel moment. Ja. Ja, leuk. Ja, we waren helemaal ontdaan die dag. Ja, we hebben ook 3 danslessen. Ja. Komt allemaal goed, denk je? Ja, het moet wel goed komen. He's my man. Waar ik gelukkig mee word, hè, schat.